Hallo Big Legion en welkom bij een nieuwe part van Forza Horizon 3. En deze keer zitten we in de LaFerrari. En waarom heb ik die gekocht is waarschijnlijk de vraag. Ik had al een Ferrari FXXK. En waarom zou ik dan niet de P1 halen? Nou, ik wil eigenlijk de P1 ook wel hebben. Dat was de bedoeling om die te kopen. Maar vervolgens had ik Byron Bay geleveld. En toen kreeg ik een aanbieding weer van verschillende auto's. De Bugatti Veyron, de LaFerrari, de Hennessy Venom GT, de Noble en de Zonda uit mijn hoofd. Volgens mij waren het die 5. En geen P1 en ik wou de LaFerrari ook nog wel hebben. Dus ik dacht, ja, nu is het moment om hem te halen. Dus vandaar dat ik de LaFerrari heb en niet de P1. Voor de rest gaan we richting een race toe. Ik ga niet driften voor deze driftpoints, want dat boeit me niet echt zoveel. Ik heb hem toch al 3 sterren gehaald. Maar vandaar dat we dus een LaFerrari hebben deze keer. En hij is een stuk sneller dan de FXXK. Dat is echt belachelijk. Deze haalt 414 ongeveer qua top. En de FXXK haalt met moeite 330 ongeveer, 334. Dus qua dat is de LaFerrari een heel stukje fijner. Door de bocht is het natuurlijk een beetje een ander verhaal, maar toch. Het is wel cool om ze beide te hebben in ieder geval. Voor de rest gaan we wat races doen, wat bucketlist dingen. We hebben bijna alle bucketlist challenges gehad. Zijn er nog 6 uit mijn hoofd, waarvan ik er volgens mij 4 op de map heb. Voor de rest moet ik de stad natuurlijk nog wat upgraden, het festival, om nog de laatste paar bucketlists te unlocken. Maar dat is een beetje de bedoeling voor deze part. En dan de part van later vanmiddag gaat weer een beeldvideo zijn. Dus dan weet je gelijk wat de bedoeling is. En we zijn er bijna, de Yarra Valley North Plains Sprint. En dan gaan we dan van start met onze mooie babyblauwe Ferrari in de regen. Joepie, dat wordt echt geweldig. Kan niet wachten, er rijdt een Regera voor ons, dat is ook al heel erg leuk. Hij slipt natuurlijk voor geen meter, aangezien Capadon in dit geval traction control aan heeft. Ik moest er niet aan denken om mee te rijden, jongen, in de regen. Dat wordt echt een ramp. Voor de rest rijden leuke auto's tussen hier. Come on. Als het goed is, moet het wel lukken met de laf. Dat komt helemaal goed. Hij remt lekker, hij heeft echt hele goede remmen. Snelle acceleratie, hoge topspeed. Dus ik wil dat echt wel een perfecte auto. En in dit kleurtje ook bijzonder mooi, vind ik. Ferraris hoeven niet altijd rood te zijn, ook al staat dat ook altijd geweldig. Een Ferrari kun je altijd verkopen in het rood. Dat sowieso. Andere kleuren is altijd persoonlijke smaak, maar rood, Ferrari, dat past bij elkaar. Come on, niet dat gas geven, zachtjes. Veneno inhalen, come on. Die zat er trouwens ook nog tussen, de Veneno. Die was van 4,5 miljoen afgeprijsd op 4,05 miljoen. Dus er ging 450.000 af. Maar ja, ik had geen 4 miljoen. En zo, ja, wild ben ik ook niet van de Veneno, laten we het daar behouden. Uiteindelijk wil je natuurlijk alle auto's in de game hebben. Maar de vraag is of het überhaupt zo lang leuk blijft. Het ging allemaal nog maar net. Come on, ik beuk de Centenario gewoon een klein beetje. Sorry Centenario. En het heeft niks genut, want Centenario klopt uit. Goed beter. Come on. Oh, niet te hard. Ik zag die lijnen en ik dacht van fuck. Die regen die helpt ook niet, maar het gaat wel redelijk goed, moet ik zeggen. De LaFerrari houdt er beter in. Oh, ik zag de weg niet helemaal goed. Ik dacht dat ik naar links moest. Ik weet niet waarom. Ik zag die pijlen daar in de vet. Ik dacht, oh, naar links. Dus iets te ver naar voren aan het kijken. Maar de LaF houdt zich echt goed in de regen. Dat heb ik echt totaal niet verwacht. Hij drift wel als het moet, maar voor de rest kan hij zich redelijk goed gedragen. Dat is fijn. Voor een auto die inmiddels toch ook wel in de X-klasse zit, qua upgrades en dergelijke. Zeker niet slecht. Maar ja, ik ben niet zo wild op de Veneno persoonlijk. Niet echt mijn ding. De Sesto Elemento vind ik wel echt geweldig. Dat vind ik nog steeds de mooiste Lambo die er is. Alleen zit hij niet in de game, helaas. Dus dat is heel erg spijtig. En we gaan met 376 over de finishlijn. Awesome. En aangezien de LaFerrari wel heel lekker zijn werk deed in de regen, gaan we nu ook in de nacht rijden en waarschijnlijk ook in de regen. We gaan namelijk een straatrace doen. Meestal hebben die altijd die setting. Het is nooit overdag, het is sowieso altijd in de nacht.
En af en toe dan is het echt super regenachtig. Dus ik hoop dat de LaFerrari zijn best gaat doen in de regen bij de straatrace. Moet denk ik wel goed komen. Het is een fijne auto. Echt een hele fijne auto om mee rond te rijden. En ik heb een beetje spijt van de FXXK persoonlijk. Die auto vind ik dus super vet uitzien. Maar qua rijden en dergelijke valt die gigantisch hard tegen. En rijdt de LaFerrari een heel stuk fijner. Naar mijn mening. Alleen echte bochten enzovoort zal het misschien beter zijn, de FXXK. Alleen, dan moet je traction control sowieso aanzetten. Zodat je niet elke keer wegslipt. Want zoals nu, zonder traction control slip je overal zo'n beetje ook weg met de FXXK. En dat is gewoon fucking kut. En dat maakt die auto wat minder prettig dan ik had verwacht. Maar ja, soms heb je stomme aankopen. Dat heeft iedereen wel eens. En ik zo met de FXXK. Maar alsnog leuk voor de collectie natuurlijk. Ik kan altijd blijven zeggen. Dat is altijd een geldig excuus. En dan gaan we dan van start. Het regent niet goddank, maar we hebben een hele interessante concurrent die hier. Een Dodge Ram Runner, een Ford Transit busje. McLaren is ook prima, dat is gewoon normaal. Die Z4 ook. Wat hebben we dan nog meer? Opel Astra voor ons. En de Audi R8 LMS. Stratos, een Ferrari, een boot. En wat rijdt hier voorop? Er rijden twee auto's voorop. Dit is de Lancia Delta. En dit is de... Oh, geen idee. Was dat een Infiniti nog wat is? Gezellig. Wat een tegenstanders. We gaan vol gas geven en winnen. Dit is niet zo moeilijk. Hetzelfde als die Byron Bay straatrace. Dan kregen we een Honda Civic. En de Polaris nog wat is. Dat golfkarretje, zeg maar, voor off-road. Denk echt van... Hoe kan die game zeggen van... Dit is eerlijk, zeg maar. Dit is een tegenstand. Dat is het niet. Maar andersom denk ze waarschijnlijk ook. Dus als je zelf met een Ford Transit of Super Transit komt... Dan word je gewoon kaart genaaid door die 8 LMS, de Z4 enzovoort. Dus op zich is het wel goed misschien. Aan de andere kant vind ik het een beetje raar. Het is natuurlijk ook een straatrace. Het is niet een exhibition race voor het festival. Dus dat is het ook wel een beetje logisch. Maar zorg dat de auto's een beetje bij elkaar horen. Het hoeft niet van dezelfde klasse te zijn natuurlijk. Je kunt rustig een... Een RS4 pakken bijvoorbeeld. Een Super Saloon. Het oude type uit 2008. Die zit ook in de game. En die wat meer tunen zodat hij net zo snel is als de rest, zeg maar. Zal die qua handling natuurlijk niet zo super zijn als de LaFerrari. Maar dat hij tenminste een beetje concurrentie is. En nu... Ja, what the fuck moet dat busje hier, man? Het slaat nergens op. Het slaat echt helemaal nergens op. Dat vind ik een beetje jammer. Maar dat zijn de straatraces niet eens een uitdaging. Want we hebben nu al bijna de finish gehad. Dus ik even die auto aan de kant buk. That's it. Dat is niet moeilijk. Dat is echt niet moeilijk. Dat is echt zo spijtig. Dit had veel leuker kunnen zijn. Moet je kijken. 97%, 98%, 100%. Nou, 8 seconden, 8,5 seconden zelfs. Later komt hij. Dan ben ik wel benieuwd wat die anderen doen. Maar als je trouwens kijkt naar de klasse. Ze upgraden ze wel volledig. Tenminste, zo goed als ze kunnen. Dus die Ford Transit. Die kan niet hoger dan een A-klasse 771 blijkbaar. Maar die Ram Runner is blijkbaar een S2-klasse, 935. Ik geloof er geen zak van. Dat ding is gewoon 29 seconden langzamer dan onze tijd. Come on. Dat is echt zo'n bullshit. Maar doe maar. We gaan zo nog even een straatrace doen. Want ja, we moeten wel, want anders unlocken we de Midnight dingen niet. En dat zijn die Pink Slip races. En ik ben benieuwd wat voor auto's er nog zijn qua Pink Slips, dus... Daar gaan we even naartoe werken. En we blijven even met de Ferrari V12. Maar zoals je ziet, of beter gezegd niet ziet... is het een beetje lastig te zien wat voor auto het is. Het is namelijk de Batmobile. Helemaal in zwart. Hij valt vrijwel niet op. En dat is super vet. We gaan een straatrace doen, namelijk een FXXK. Dus in principe nog steeds een beetje de LaFerrari. Maar dan wat aangepast. We moeten hier naar links. Ik wil eens kijken hoe goed deze auto rijdt bij zo'n straatrace. En het is wat makkelijker. Dat komt eigenlijk op neer. Omdat we waarschijnlijk weer een Super Transit of een of andere SUV, weet ik het wat, allemaal tegen ons krijgen. En dat stelt natuurlijk niet zo heel veel voor. Dus dat moeten we makkelijk kunnen halen. Daarnaast, de auto accelereert wel snel. Alleen in de bocht is het een beetje kut met wegslippen. Maar komt goed. En dan gaan we dan weer van start. Ik ben benieuwd wat voor concurrent we hebben. We hebben dezelfde Ferrari als concurrent. Deze keer een Koenigsegg Agera.
niet slecht. Een fucking pick-up truck, dat is dan weer wat minder. Een Buick, Regal volgens mij zo, of Regal, whatever. Don't care, Amerikaanse boot in ieder geval. Dan wil je nog een Amerikaanse boot voor ons rijden en dan nog eentje. En dan een Ferrari weer. Dus dat is wel weer goed. Ga de kant op mijn koen, zei ik, jongen. Move, bitch. Get out the way. Doen we dat. Oké, okay, remmen. Het is wel een interessant parcours. Op zich heel goed gemaakt voor de FXFK, alleen hij slipt weg. En dat is kut. Qua dat zal de auto waarschijnlijk een heel stuk fijner zijn met traction control. Wordt even ingehaald, casual. What the fuck ben je aan het doen? We werden ingehaald door de Koenzaak. Volgen mooi de lampjes. Nou halen we iedereen in. Dan ging, weet ik niet wat dat is. Fucking Lambo SUV, wat de fuck ben jij? Een Renault Clio. Een fucking Renault Clio. Reef voorop. Game. Echt. The fuck. En ja, daar kon ik niks aan doen. Dat, die hele weg wordt bezet, jongen. Kut civies. En dan worden we ingehaald door iedereen. Oh, bocht. Op zich wel handig. Dan zien we tenminste waar we naartoe moeten. Kunnen we de lampjes volgen. Ook wel handig. We rijden achter een Renault aan met een fucking auto van 2,7 miljoen. Het is toch ongelooflijk. Hallo, Clio. Oh, de geluiden van de Clio. Hij trekt mij er gewoon uit. Dit is toch belachelijk. Ik ga hem een setje geven. Oké, laat maar. Ik ga hem geen setje geven. Ai, we gaan er gewoon links langs. Dat kan ook. Oh, nee. Oeh, damn. Oh, zag je dat? Die Renault die drift gewoon. Kijk aan. Oh, kut. Hebben we die gemist? Die hebben ze gemist. Checkpoint gemist. We gaan wel in de rewind. Fuck dat. Die Renault die cheat ook sowieso. Rem, iets meer remmen. Dat is alles goed. Zachtjes gas geven. Vol gas geven. Dan komt alles goed. Het laatste stukje. Nog één bocht hier. Je kunt het FXX-kaartje. Oh, kut. Boompje, beestje. En de rest. Zo doen we dat. En over de finish. Hier de nul, jongen. Dat is toch belachelijk. Wat voor klas had dat ding? 961. Renault Clio 2013. Tekenvinger. Kan nog wel leuk zijn voor een beeldvideo. De Renault Clio. Ik haat Renault. Ik vind het echt een scheidmerk. Net zoals Volvo. Maar doe maar. Ik wil wel eens proberen om zo'n klein kutautootje belachelijk snel te maken. Dus ik denk dat Renault Clio daar wel geschikt voor is. We gaan gauw verder met de volgende race. En we blijven nog steeds bij de Ferrari V12. En ik denk ook bij de volgende straatrace. Dus je kunt al een beetje gokken wat voor auto hierna gaat komen. Een Ferrari sowieso met een V12. Eerste keer de FF. Dit is echt een auto die mensen of juist geweldig mooi vinden of geweldig lelijk. Ik persoonlijk vind hem echt geweldig mooi. En dit zou zeker een goede concurrent voor mij zijn. Tenminste tegenover de RS6. Hij is nog steeds praktisch. En ook super snel en gewoon fucking awesome. En dat is de RS6 ook. Dus qua dat, naar mijn mening, is het een goede concurrent. En ja, we gaan hiermee ook even een straatrace doen. Hij klinkt voortreffelijk, natuurlijk. Wat wil je anders met de Ferrari V12? Ik ben benieuwd hoe goed hij rijdt. Hij heeft in ieder geval vierwielaandrijving. Dus stel het regent, dan kan het altijd wat helpen natuurlijk. We gaan eerst even gauw deze head-to-head doen. Eerst beuk je iemand en dan rij je er tegen. Zo werkt dat. Deze levert meer cash op, dus dat is altijd fijn. We gaan ook de goede kant op. Remmen. Dit is ook een beetje in de specs, zou ik hem zelf zou willen hebben. Qua kleur, donkere velgen en ik let niet op. En dan knallen we tegen auto's aan. Maar dit is een beetje de kleurstelling zoals ik hem zelf zou willen hebben in het echt. Want, ik weet niet, deze auto hoeft voor mij niet echt op te vallen. Dus hoeft ook niet in het rood te zijn. Nee, gewoon een beetje stealth-achtig. Maar toch super snel en super chill. En, come on. Prachtig. Die Lambo die rijdt er nog. Als het goed is, die komt nu de bocht om. En we hebben gewonnen. Bam, zo doe je dat. Extra cash in de pocket. Meestal is het iets rond de 46.000. In ieder geval 47.000. Vervolgens crasht de AI mijn auto. Dus dat ligt niet aan mij. Nee, dat was de AI deze keer. Yeah, we krijgen belachelijk veel XP. Oeh, en een wheelspin. Spannend. Zouden we de Viper GTS krijgen? Oeh, nee, de Lexus. Dat vind ik niet slecht. Dat vind ik echt niet slecht. Als het goed is, is het dan een Lexus die je kunt modden met een bodykit. Waardoor het volgens mij de race kit wordt. Dus zeker niet slecht. Daar ben ik wel blij mee. We gaan gauw weer terug verder met die race. Want daar waren we naar op weg. Ik heb al een Midnight ding gekregen trouwens. Vandaar ook de komende
twee races. Dus deze en de volgende dat we nog met een V12 gingen van Ferrari. En daarna hebben we de Midnight Battle. En die zit ook in de stad. Ik ben zo benieuwd wat voor pink slip dat zal zijn. Aangezien de eerste een BMW'tje was. Wat niet zo heel veel voorstelde natuurlijk. Maar het was ook de eerste Midnight Battle. Dus ik verwacht hier wat meer van. We zullen zien. We gaan racen. En dan gaan we dan weer van start met een prachtig mooie Ferrari. En we hebben hele interessante concurrenten. We hebben de Koenigsegg, Ford GT, Zonda, een fucking Veneno. Waarom hebben we nu allemaal van zulke auto's als tegenstander? Dan hebben we een FF. Niet echt zeg maar een FXK of een LaFerrari. En dan krijgen we allemaal tegenstanders. En ik denk van, the fuck game. Waarom hebben we nu geen Honda Civic voor het Super Transit en al die andere zooi? Rem. Sorry, Civic auto, Civic auto. Hetzelfde verhaal, allebei crap. Come on. Oké, het is heel hard wennen even met FF. Het is natuurlijk vuurwiel aangedreven. De vorige auto's die we gebruikt waren achterwiel aangedreven. En dat verschil merk je wel. Sorry. Dat was volgens mij de, weet ik veel wat, Italia nog wat is. Hoe heet dat ding? Ik weet het al niet meer. De speciale, dat was het hem. Ik kwam even niet meer op de naam, maar voor mij was dat de speciale. Help. Come on, FF'je. We winnen alsnog wel. Oh, nou hebben we trouwens al lang rechtstuk. Laten we hopen dat hij een beetje doortrekt. Maar ja, ik vind dat raar. Ik vind dat echt heel erg fucking raar. Dat het zo random is bij die straatraces. Maar ja, doe maar. We rijden op zich goed. We moeten hier naar rechts toe. Ik rem heel iets af. Voor het geval dat. Dat doen die auto's ook. En ik rem altijd iets minder af dan wat zij doen. Dus dat is het goed, lijkt mij. En dan hebben we alsnog iets een voorsprongetje. En ik kom gewoon helemaal goed. Bam, in de pocket. De FF is een auto waar je heel even aan moet wennen. Maar als je eraan gewend bent. Zoals nu in de race, maar met de vierwiel aandrijven. Te meer wennen aan het vierwiel weer. Want er zit echt wel een onderscheid in de game. Maar dan rijdt hij perfect. Oh, zeg ik terwijl ik niet naar de checkpoint rijd. Dat was fucked up. We moeten namelijk hier echt links, anders dan rijden we niet door de checkpoint heen. En dat moeten we niet hebben. Dan krijgen we weer checkpoint mist. En dan zo'n mooie aftel dinges. Aftel, timer, gevaten. Oh, kut. Dat was een kutbocht. Oeh, fuck. Oké, we rijden wel gewoon eigenwijs door. Langs. Please laat die anderen niet opeens belachelijk veel snelheid hebben. Rem. Waardoor ze ons allemaal inhalen. We zijn bijna bij de finish. Oh. Komt helemaal goed. Kom op, Ferrari'tje. Hier gaan we iets strakker doorheen. Bam. Komt helemaal goed. En ik vergeet weer om de toeter te laten zien. En nou dacht ik eraan. Ik wil die de hele tijd al laten horen. Want ik heb namelijk de hele toeter. Maar elke keer dan vergeet ik het. En aan het einde van de race denk ik, oké, we winnen. En dan schakelen mijn hersenen om van, oh ja, dat wil ik ook nog doen. Dat is fucking kut. Ik laat hem zo meteen wel even horen in free roam. En dan hebben we weer een V12 beest. De Ferrari F12 TDF. Oftewel de Tour de France. Speciale editie van de F12. Met nog meer pk. En nog meer aero en andere dingen. Het is een ziek monster. En zeker een fucking awesome auto mee te rijden. Hij slipt wel echt gigantisch snel. Omdat hij gewoon belachelijke krachten heeft. Dus dat wordt nog heel interessant. We gaan ook naar een straatrace toe. Aan de andere kant van de map. Want ik had geen straatrace meer in de buurt van de stad. Dus we gaan door de jungle heen rijden. Dus dat belooft nog heel leuk te worden voor de rest. Zoals je ziet, ik geef gas en die auto slipt. Dit gaat interessant worden. Ik hoop op heel veel Ford Super Transit, zeg maar. En Honda Civics. Dat we het daar behouden. Zal wel goed komen, denk ik, in de jungle. Dit gaat fucking geweldig worden. Er is namelijk regen. En daar had ik niet echt op gerekend met de F12. Dat is echt dom. Dit ding slipt al zo fucking hard en dan helemaal in de regen. Geweldig. Als die Area Atom ook even doorrijdt, zou heel fijn zijn. Sowieso, Koenigsegg, FXXK zag ik al, nog een TDF. Ford GT race auto, die ook wel even door mag rijden, dank u. Dit is niet de Ford Transit en de Honda Civic waar ik op had gehoopt. Ook nog fucking Veneno, Centenario ook nog. Het is wel een hele gezellige, dure boel hier in de nacht. Come on, gas. En niet te hard slippen, dank u. Come on, Venenootje opdonderen. Jij ook, Centenario. Oh. Civies, altijd fijn. Rem. Oh, dat ging op zich prima. Dan het gas geven gaat weer iets minder, want dan slippen we. Vooral in de regen.
Altijd leuk. En nog meer fucking civi-auto's. We hebben zometeen een bocht naar rechts. Die er erg interessant uitzag. En dan weer eentje naar links. Oh, we rijden echt tussen de bergen. Dat is helemaal geweldig. Ziet er wel cool uit. Er rijdt gewoon een fucking Bugatti hier. En een Ultima. Die hebben we nou net ingehaald. Maar die Bugatti die kachelt daar wel lekker in het rond. Die moeten we ook echt nog steeds hebben, jongen, de Bugatti. Sowieso. Oh, sorry Bugatti. Rem. We hebben de Bugatti ingehaald. Yay! Nou hopen dat het niet een hele lange rechte weg is. Anders zijn we zo weer ingehaald door de Bugatti. En ik... Oh, kut. Ik ben er bang voor. Als er iets misgaat, ga ik gewoon rewind gebruiken. Offroad? Oké. Okay. Oh my god, jongen. Regen, fucking zand en een F12 achterwiel aangedreven. I love it. Dankjewel, game. Oh god, en fucking donker waardoor je geen zak ziet. Waar zijn de bomen? Daar zijn de bomen. Opeens 3 centimeter voor je neus. Ah, een beetje offroaden. Kan geen kwaad. En tegen de bomen. We gaan rewinden. Dit stuk, hoe lullig het misschien ook is, ik ga het gewoon fucking rewinden. Want echt. En niet alles trouwens. Op zich hadden we dit misschien nog wel kunnen doen, maar... Kom, je ziet geen zak, jongen. Net alsof die lampen van die fucking F12 ook maar iets doen. Als ze gewoon net zo goed de kaasje aansteken, zie je net zoveel. Slip ook alle kanten op. We gaan exact dezelfde bocht nemen. Oké, okay, rustig. Gas. Wat hebben we nou over de Ultima ingehaald? Ja, door de Bugatti ook nog, maar... Oh, de Ultima is ook snel trouwens. Fuck. Fuck jou, Ultima. Fuck jou. Oh, net voor de finish, jongen. Oh, dit is niet de finish. Daar is de finish. Nee, ook niet. Checkpoint. Oh, god. Die Ultima is namelijk snel. Maar wij zijn ook snel. Bam. 378 over de finishlijn. Nice. Nou rest ons alleen nog de Midnight Challenge. En die gaan we ook gelijk doen. Het is geen Ferrari en het heeft geen V12. Maar het is wel fucking awesome. We zijn weer terug in onze R8 V10 Plus. En hiermee hebben we de vorige Midnight Battle ook gedaan. Het leek me leuk om deze ook hiermee te doen. En ik denk de resterende twee ook. Want er zijn er maar 4 in totaal. Voor de rest zou ik jullie de toeter nog laten horen. De Halo theme song. Dus dat krijgen we nu. En daarna gaan we naar de Midnight Battle toe rijden. Spannend. What the fuck is die AI aan het doen? Oh my god. Ik heb een convoy. No. Fucking hell. Dat was de toeter. Herkenbaar voor de Halo fan. En voor de rest een beetje crap. En ook wel voor de Halo-fan. Gelijk oprotten met die convoy. Maar ik denk ook voor de Halo-fan wel een beetje crap. Ik vond hem namelijk niet echt geweldig. Het is herkenbaar, maar daar houdt het mee op. Ze hadden er veel leukere dingen mee kunnen doen. Eventueel echt gewoon de soundfile pakken. Van het thema uit Halo. En dat erin flikkeren in plaats van een toeter. Dus dat je gewoon een muziekje af kon spelen. Dat was wel vet geweest. Maar ja. Kun je niet alles hebben. Ik heb hem in ieder geval en dat is het belangrijkste. En voor de rest vind ik hem een beetje crap. We zijn er bijna. Trouwens, ik ben benieuwd wat de challenger is. Daar hebben we een tram. Oh, zo mooi. Gaat sowieso goed komen met de R8. Wat voor challenger het ook is. Dit ding is echt een beest. Echt een fucking beest. Laten we even kijken. Ik zie het nu al staan. Buick, Regal, GNX. En ik zie geen auto. Oh, daar is de auto. Hij moet inspawnen. Want waarom niet? Wat een ding. Echt. Oeh, die turbo. Zo prachtig. Die auto is wat minder prachtig. Die velgen zijn afschuwelijk. Ja, dat bij de motorkap. En gewoon de hele auto zelf. Afschuwelijk. Geweldig. Wij gaan ons best doen om die te winnen. Natuurlijk. Ik hoop maar dat die andere twee Midnight Battles wat betere auto's hebben. Want ik heb liever nog een tweede M3 dan deze Buick. Maar toen wel. Het zal wel moeten. We kunnen er vast wel iets leuks mee doen. Nou ja, daar gaan we dan in ieder geval. Vol gas, kijken we even naar rechts. Net zoals de vorige keer. Zo awesome gedaan, nog steeds. Die fucking zonsopgang ziet er echt geweldig mooi uit. We zijn gelijk weg. Prachtig. Het is net de M3. Oh, geweldig. I like it. Dankjewel, R8. I love you. Oké, remmen. Het is wel echt kut met de regen. Maar ja, vierwiel aangedreven. Geen centje pijn. Quattro doet zijn werk. Oh, dit is zo fijn, jongen. Deze auto is zo geweldig. Alleen het ding is met de opnames, ik wissel continu van auto's. Ik neem aan dat je dat door hebt, anders dan is er iets met je ogen. Elke keer is een beetje met een andere auto. Ik probeer het zoveel mogelijk te variëren.
Als het aan mij lag, stel ik zou gewoon de game niet opnemen, dan had ik waarschijnlijk gelijk de R8 gekocht. En daarna had ik zo'n beetje geen enkele auto weer gekocht. En ik had alleen maar rondgereden met de R8. Elke race ermee gewonnen. En uiteindelijk een paar auto's gekocht. Dan speel je de game echt totaal anders. Wat ook niet slecht is, maar ik vond dit ook zeker wel leuk op deze manier. Maar ik probeer het echt zo interessant en wisselend mogelijk voor jullie te houden. Maar ik ben wel bang dat de komende paar video's of parts wat eentonig gaan worden. Wat bucketlist, wat builds enzovoort. Misschien 2 builds op een dag. Ik weet niet helemaal of jullie dat zo geweldig vinden, maar anders heb je ook een klein beetje pech gehad. Want buildvideo's zijn voor mij net wat makkelijker ook. Helemaal omdat de races wat opbouwen. We hebben bijna alles gedaan, vandaar dat we nou die straatraces doen. Omdat het nog wat nieuws is, zeg maar, en dat kan nog wat opleveren. Oeh, kut. Maar de fans leveren vrijwel niks op, alleen de festival expansion en dan voor mij een bucketlist challenge eventueel, wat dan ook. En wat extra races, maar het is allemaal niet zo heel spannend meer. We hebben die game qua dat wel een beetje uitgespeeld. Dus wat dan leuk is, is juist auto's kopen en upgraden en al dat spul. Dus ik denk dat er wat meer beeldvideo's aan gaan komen. En ik hoop dat jullie dat allemaal wel leuk vinden natuurlijk. Voor de rest deze auto, echt. Oh, I love it. Dit ding is zo fucking fijn. Dit ding is echt zo fucking fijn. Vooral in de regen zoals nu. Echt geweldig. Ik zou dit met geen enkele andere auto willen doen. We hebben trouwens een rotonde. Ik hoop maar dat de checkpoints rechtuit staan. Moet ik naar... Nope, ik moet echt naar links zien. Daar was ik al bang voor. Vandaar dat ik ook vaak minderde. Het regent al heel fucking hard. Holy crap game. Maar het laatste rechte stukje. Kijken we de minimap. Dit was easy. Echt fucking easy. Maar dat komt ook wel deels door de auto. Dat sowieso. Ik ben blij dat we geen Ferrari hebben gepakt. Achterwielaandrijving. Nee, was niet goed gekomen. We hebben er een Buick Regal bij. Yay. Hij zit op 80%. Hij heeft exact... Dat bestaat toch niet? Dat kan toch niet? S2, 962 punten. Dat heeft onze R8. En die Buick heeft dat ook. En toch zit hij op 80%. En hij blijft er ook op steken trouwens. Misschien is hij vast. Dan zit hij vast tegen een boom aan of zo. Maar echt. Game. Het is toch wat. ik hoop dat je het heel leuk vond om naar te kijken. Als je het leuk vond, vergeet niet even te liken. En dan zie ik weer in de volgende part. Laters.